wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog. En het voelt echt als eeuwen geleden dat ik zo'n video voor het laatst heb opgenomen. Dus ik heb er weer zin in om dit vandaag voor jullie te doen. Ik heb hier naast me een hele grote doos staan met spullen van Come Get Fashion. Wat ik echt een hele leuke webshop vind. En om heel eerlijk te zijn heb ik nog veel meer andere kleding items geshopt de afgelopen tijd. Maar die ga ik allemaal in een aparte shoplog nog laten zien. Want hier liggen al een heleboel items uit deze webshop. Dat ik dacht van nou dan wordt het anders misschien een te lange video. Dus dit ga ik zo meteen aan jullie laten zien, maar daarvoor heb ik nog een mededeling voor jullie. Ik heb namelijk aanstaande zaterdag een meet and greet gepland staan in Hilversum bij Beeld en Geluid. En je kan daar nu nog kaartjes voor bestellen via de link in de beschrijving hieronder. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in, dus het zou leuk zijn als je er ook bij aanwezig bent. Het is een meet and greet die vindt plaats tussen 2 en 4 in de middag. En dan is er een Q&A, ik ga wat over mezelf vertellen en we gaan ook foto's maken samen. Dus het zou leuk zijn als je erbij bent en check vooral alle informatie in de beschrijving hieronder. En dan ga ik nu beginnen met de shoplog. En aan het einde van deze video heb ik ook nog een kortingscode en een leuke winactie. Dus laten we maar snel beginnen. Het eerste wat ik eruit haal is een jas. En dit is een zwarte teddy. Ik ben echt dol op faux fur jassen, dat weten jullie wel denk ik. Maar ook teddycoats vind ik echt helemaal het einde. En zwart is natuurlijk altijd goed. En hij is echt super zacht. Ik wil het gewoon naast me neerleggen en erop gaan liggen. Ik vind hem zo zacht. En hij is volgens mij tot iets boven de knie. Ik heb hem nog niet aangetrokken, dus ik ga hem zo meteen even passen. En ik hoop eerlijk gezegd dat er ook knoopjes in zitten. Ja, er zitten van die drukknoopjes in, wat echt ideaal is. En volgens mij is hij ook best wel warm, omdat hij vrij dik is, die stof. En de binnenkant is gewoon glad. Dus geen pluisjes krijg je tegen je kleding aan, wat ook weer chill is. En zwart, ja, ik hou van zwart, dus dat is helemaal top. Dan heb ik hier nog een jas. En dit is een hele aparte jas met een legerprint. Wel iets stoerder, maar hij is dus ook van het teddy materiaal, wat hem weer wat meer cute maakt en vrouwelijk. Maar ik ben heel benieuwd hoe deze staat. Ik zou hem zelf denk ik combineren met mooie hoge hakken om net iets meer sexy te maken, de look. Want als je hem zo draagt is het misschien een beetje slonzig. Tenminste, het kan heel snel slonzig worden omdat hij dus een capuchon heeft. Maar je kan het dus heel sexy en sophisticated combineren met mooie hakken erbij. En ook deze is weer heel erg zacht. Dus daar word ik blij van. Volgens mij is die binnenkant ook zo. Daar ben ik wel benieuwd naar nu. Ja, die binnenkant is ook van een teddy stofje. En ook deze heeft weer knoopjes, dus deze is wel heel erg leuk voor de koudere periode. Ook heb ik hier een jeans en ik ben gek op gescheurde jeans, vooral met een donkere wassing. En deze die is dus ook aan de onderkant een beetje geript, wat hem ook wel wat specialer maakt. Ik weet niet of hij dan tot de enkels is of juist iets eronder, maar ik ga hem gewoon even passen en dan zien we wel hoe dat bij mij valt. En die achterkant heeft ook een beetje die ripstof, wat hem ook weer wat luxer eruit laat zien. En op de voorkant heb je dus her en der wat scheurtjes. En volgens mij heb ik nog een andere gescheurde jeans. Want ik heb natuurlijk zelf alles uitgekozen in de webshop. En nee, dat is geen gescheurde jeans. Dit is gewoon een standaard jeans, high waist volgens mij. En deze die is ja, iets donkerder. Of nee, niet donkerder, lichter dan die andere. En deze heeft ook een beetje van die bleekvlekken, wat ik ook weer heel stoer vind. En ik ben heel benieuwd hoe die valt. Hij is in ieder geval van stretchstof, dus dat maakt het ook weer makkelijker om aan te trekken. Dus dat is deze. Dan spot ik hier nog een LA Sisters broek. En deze vind ik zo gaaf. Die heb ik al vaker gezien op Instagram bij de LA Sisters zelf. En dit is dus een flare jeans. En die kan je dus ja, dragen als chill outfitje of gewoon naar buiten met mooie hakken eronder. Of als je in het vliegtuig zit, zou ik dit heel erg chill vinden om te dragen. Omdat het echt een hele fijne ripstof is. En de kwaliteit voelt ook echt heel goed aan. En LA Sisters wordt dus ook verkocht in de webshop van Come Get Fashion. Volgens mij deze. Ik zag ook wat andere dingetjes, maar ik weet niet zeker wat ze allemaal precies daar verkoopt. Maar dit vind ik in ieder geval een hele leuke. Volgens mij heb ik deze ook in een andere kleur. Ja, die is hier. Dit is dus de grijze variant. En hij heet trouwens de Ripped Flare Pants in grijs. En ik ben heel benieuwd hoe die zit. Maar ook deze verwijde pijp is aan de onderkant. En ook weer een heel fijn geript stofje. Dus ik vind ze helemaal vet. Jullie weten denk ik wel dat ik helemaal gek ben op roze. En vooral zalm en oud roze. En ik heb dus nu ook weer een roze trui uitgekozen met zo'n colletje aan de bovenkant. En deze die heeft dus hier zo'n knitted stukje. En hij heeft een V-halsje. En gewoon lekkere losse mouwen. En aan de zijkant heeft hij volgens mij ook splits. Ja,
Dus die is ook open aan de zijkant. Dit kan je ook weer met van alles en nog wat combineren. Je zou het met een rokje kunnen dragen of met een leuke jeans of met een zwarte broek. Dit matcht gewoon overal leuk bij. En die stof voelt ook heel lekker. Ik vind hem ook wel mooi omdat hij wat grover gebreid is. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar dat vind ik altijd net iets chiquer eruit zien dan die dunne gebreide truien. Dit is dan ook weer een lekkere oversized trui. Maar deze die kan je echt dragen als jurkje. Ik heb deze, om heel eerlijk te zijn, al eerder gedragen bij een verjaardag. Met over de knielaarzen. Die laat ik jullie zo meteen ook zien. Maar dit is dus een hele toffe trui die echt wel tot onder de knie komt. En ik had er zelf nog wel een leer rokje onder gedaan. Zodat als ik beweeg of iets gaat omhoog van die trui. Dat je dan nog een leer rokje eronder ziet als extra detail. En ook dat mijn benen gewoon goed bedekt zijn. Maar je zou hem dus ook met een legging eronder kunnen dragen. Of een maillot. Dat hij niet te bloot is. Want anders dan is het wel een beetje koud. En lekker dik. Dus perfect voor deze koude winterdagen. Ik heb hier ook nog een heel leuk geruffeld blouseje. En deze die heeft streepjes, wat hem ook weer extra speciaal maakt. En aan de voorkant zie je dus die ruffels, maar ook aan de achterkant. En dat vind ik echt super schattig eruit zien. En hij heeft lange mouwtjes en hij is aan de onderkant ook heel mooi afgesneden. Zodat je het dus kan combineren met een mooie jeans. Of met een zwarte leren broek zou ik het dragen. Of juist een rokje. Echt met van alles en nog wat kan dit ook weer gecombineerd worden. Dus dat is dit blauwe gestreepte blouseje, blauw met wit. En dan ga ik nog heel even door met het geruffelde idee. Want ik heb hier weer zo'n blouseje. Maar deze is wel iets losser. Die valt meer als een tuniekje. Want hij is dus, ja, ik denk tot iets onder de billen. En de mouwtjes zijn ook best wel los. En dan heb je hier aan de voorkant en achterkant weer van die ruffels zitten. Wat ik echt heel erg schattig vind. Ook deze heeft een kraagje en hij is volgens mij van polyester. Tenminste, het voelt als polyester. Dat is een hele gladde stof. Ja, 100% polyester. Dus dat is ook wel een prima stofje. En ik vind het ook wel leuk dat hij grijs is. En om heel eerlijk te zijn heb ik volgens mij niks qua grijze blouses in mijn kast hangen. Ik heb zwarte blouses, ik heb blauw, roze. Maar dit soort kleuren heb ik nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze zal staan. En ik ga dit zeker vaak dragen, dat weet ik nu al. Want het is gewoon een heel mooi, simpel blouseje. Heel chic. Love it. Dan heb ik hier nog een hele stoere legergroene trui. En deze is best wel groot. Dus een beetje oversized modelletje. Die echt wel tot net iets onder de knieën komt, denk ik. En er zitten van die scheurtjes in. Wat hem echt wel heel stoer maakt. En dit zou ik dan bijvoorbeeld combineren met leuke Timberlands. En een panty eronder. Of juist een gescheurde broek. Of een leren broek. Een zwarte leren broek. Zodat je echt verder gaat met dat stoere in de boots. En ook in de broek zelf. Ik vind hem helemaal leuk. En de kleur is ook mooi. Hij is dus niet cakey of kaki, ik hoef hoe je het ook wel uitspreken, maar hij is echt wel donker legergroen. Dus die vind ik ook ontzettend gaaf. Verder heb ik hier nog een roze trui. Ik hou echt van roze, jullie weten dat nu inmiddels wel. Deze is ietsjes anders dan die ik net liet zien. Die van net had dus ook zo'n colletje, maar deze heeft dat niet. Dus hier kan je dan ook weer kettingen bijdragen om net iets op te leuken. En bij die andere, ik vind dat toch een beetje te druk als je een colletje hebt en dan ook nog kettingen draagt. Dus deze zal ik weer heel anders gaan combineren met van alles en nog wat. En ook deze heeft eigenlijk bijna dezelfde stof weer als die ik net liet zien. Weer lekker grof gebreid en ook iets langer. En volgens mij heeft deze ook splits, ja. Een beetje van die splits aan de zijkant ook. En die kleur vind ik heel erg mooi. Echt dat oud zalmroze. Dus helemaal blij mee. Trui kan je sowieso nooit genoeg hebben in deze koude winterperiode. Dan heb ik hier nog een mega leuk tuniekje, jurkje of hoe je het ook wil noemen. Want hij is best wel lang. En deze heeft van die leuke flared mouwtjes. Ook weer, zie je terug overal. En deze is een beetje geript zoals ik hier laat zien. En voor de rest is hij wat losser. Hij heeft echt een beetje zo'n schattig modelletje die je kan combineren met een panty eronder. Of misschien als jij wat langer bent dan ik, denk dat je er een broek onder moet dragen. Maar de korte mensen, die kunnen het echt als jurkje wel dragen. Dus die vind ik ook helemaal cute. Ook de kleur vind ik heel mooi. Het is een beetje donkergrijs, maar het neigt ook wel naar blauw of zo. Een hele aparte tint. Dus die vind ik mooi. En verder heb ik hier nog een sjaal. En deze vind ik heel erg mooi. Ik zag hem ook bij het model.
En toen dacht ik, oké, deze moet ik echt hebben. Alleen al vanwege de stof. Want ik weet niet of het te zien is op camera, maar hij is dus een beetje gestreept, die stof. En dan heb je aan de zijkant en aan de top, zeg maar, van die ruffels. Wat hem ook net iets speelser maakt. En hij is dus van oud roze. En deze kleur is gewoon echt top. En het staat ook overal mooi bij. Dus ik kan niet wachten om deze te gaan dragen tijdens deze koudere dagen. Verder heb ik ook nog toffe over de knielaarzen, waar ik heel erg blij mee ben. Ik hou ze echt zo dicht bij mijn gezicht. Maar deze die heb ik al eerder aangehad deze week. Met de oversized trui. Die beige trui die ik aan het begin liet zien. Toen had ik er een panty bij gedragen. En nog een leerrokje eronder. En ik kreeg zoveel complimentjes over die outfit. Iedereen vond het helemaal te gek. Maar deze over de knielaarzen zijn echt top, want ze zakken niet van mijn knieën af. En die zool is wat dikker, die hak ook. Dus het staat heel vrouwelijk en ze lopen ook nog eens heel erg comfortabel. Dus ik ben helemaal blij met deze over de knielaarzen. Dit worden echt mijn favorieten voor de komende periode. Last but not least heb ik nog wat sieraden ontvangen. Te beginnen bij deze super schattige oorbelletjes. Deze zijn heel minimalistisch. Ik hoop dat het te zien is en anders laat ik nog even een aparte close-up zien. Maar dit zijn gouden oorbelletjes van die ringetjes. En daar aan de voorkant zie je van die kleine zwarte diamantjes. En dan heb ik hier ook nog twee kettingen. Een ketting met een triangel daaraan. En een triangel vind ik altijd heel speciaal om te dragen. Want dit doet mij denken aan mijn zusjes en mij. Want wij zijn met z'n drieën en wij hebben eigenlijk altijd een triangel in ons hoofd. Omdat we dus met z'n drieën zijn. En heel eerlijk, ik zit er ook aan te denken om met hun nog een tattoo te zetten. Een driehoekje, omdat het voor ons staat als zusjes. Dus daar heb ik nu dus in ieder geval een ketting van. En ook nog deze die ik er ook weer mee kan combineren. Omdat deze wat langer is. En dit is een gouden ketting met een staafje eraan. En die vind ik ook heel erg leuk. Wat ook een ontzettend gaaf item is, is dit horloge. Niet deze, maar dit. En dit is een zwart horloge met aan de binnenkant. Dus de plaat is van marble, wat ik ook super gaaf vind. Ik hou echt van het marble idee op de plaat van je horloge. Ik heb nu ook eentje om van Clues. Die heeft ook zo'n marble plaat en dan is de rest rosé goud. Maar deze is net iets stoerder omdat hij dus zwart is. Een zwarte band en dan is de binnenkant dus van wit marble. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En dan zijn we nu alweer aangekomen bij het einde van deze video. En zoals ik al eerder aangaf, heb ik dus ook nog een winactie voor jullie en een kortingscode. Te beginnen bij de kortingscode. Je kan mijn naam Manon gebruiken bij het uitchecken en dan krijg je 10% korting op je bestelling. En daarnaast hebben we ook nog een winactie voor jullie bedacht. Ik mag namelijk één keer een giftcard van 100 euro weggeven aan mijn kijkers. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mij te volgen op Instagram en ook nog Come Get Fashion te volgen. En een foto te reposten. En die foto zet ik even in de beschrijving hieronder. Daar kun je op klikken en die foto moet je dan op je Instagram plaatsen en ons daarin taggen. En dan kan je kans maken op 100 euro shoptegoed. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vond je het leuk? Doe dan je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren door even hier in het schermpje te klikken. En dan zien jullie mij heel snel weer terug in de volgende video.